Missie 5. Extractie. Kijk eens hier naartoe. Allemaal mooie kernmonsters uit een of ander meteorietding geboord. En daar is het. We hebben een regoliet, we hebben water, we hebben gas en nog meer regoliet. Hier kun je punten mee verdienen. In principe is het heel simpel. Schuif de boel er vanaf en je hebt 16 punten te pakken. Klaar. Moeten ze wel alle 4 vanaf zijn. Maar je hebt hier meerdere kansen om extra punten te verdienen. Laten we beginnen met deze, het gas. Als je dat gas meeneemt naar de basis, 10 punten. Hartstikke leuk. Maar je kunt met het gas ook wat anders doen om niet 10, maar 12 punten te verdienen. Maar dan gaan we even deze kant op. Als jij dat gas hier binnen de witte cirkel weet te zetten, nou ja, gelige cirkel, krijg je 12 punten daarvoor. 10 in de basis, 12 hier. En dat komt dan bovenop die 16 punten die je al had, omdat je ze er alle 4 van af hebt geschoven. Dus maximaal 16 plus 12, 28 punten. Het kan nog gekker. Ik laat die hier liggen. Als ik daarna dat water ook nog pak, en dat water zet ik hier op de groeikamer neer, ergens. De regel is simpelweg dat hij moet worden ondersteund door de groeikamer. Dat kan hier zijn, dat kan hier zijn, dat kan daar zijn, dat kan daar zijn. Hoe je het maar voor je ziet. Als hij wordt ondersteund door deze groeikamer, krijg je dan nog eens 8 punten voor. Dan kun je dus een totaal van 36 punten halen, als je ook die van het gas daar hebt staan. Let alleen even op de volgorde waaruit je in je missies uitvoert. Als je met je robot een missie uitvoert met dit ding, dan zul je ook ontdekken, dat is missie 10, dat er allemaal bewegende delen zitten. Grote kans dat deze er afkukkelt. Dus dan kun je er beter voor zorgen dat je deze gedaan hebt, voor je deze erop zet. Zomaar even een tip. Goed, jongens, ik ga even spelen met het regoliet. Nog steeds geen flauw idee wat het is. En jullie in de tussentijd, succes ermee.